Goedemorgen. Na onze eerste nacht weer op reis hier in Duitsland. En het was een bijzondere nacht. We hadden het eigenlijk best wel koud. En dat is natuurlijk best wel ironisch, nu we zo uit Scandinavië komen. Maar we hebben natuurlijk een heel dun dekbedje. En het was behoorlijk koud vannacht. We hebben onze kachel natuurlijk wel aan, die staat op 8 graden op de thermostaat. Alleen die is net niet aangeslagen. Maar door het dunne dekbedje dat we nu hebben voor de zomer, hadden we toch een stuk frisser dan dat we voorheen hebben gehad. En toen we de raam opendeden, werden we ook wel heel erg verrast. Want het is gewoon helemaal wit en het sneeuwt. Daar hadden we niet op gerekend. Het sneeuwt ook best hard. Het sneeuwt echt wel best wel hard. Gelukkig hebben we nog een paar winterse kleding mee. Ja. Het was vannacht 1 graad ongeveer. Dus ja, dat was niet helemaal de ochtend die wij hadden voorgesteld in onze zomertrip. Dus het plan is om een bakje koffie op te drinken en dan gaan we rijden. En willen we vandaag ideaal gezien in Zwitserland uitkomen. Ja. En ben ik heel benieuwd hoe het daaruit ziet. Ja, dat kan het wel eens erger zijn. Ja, we gaan naar bergen natuurlijk. Op het weer lijkt het redelijk zonnig. Maar ja, hoeveel sneeuw er ligt, dat weten wij natuurlijk ook niet. Nee, ik ben wel benieuwd. Ja. We gaan in ieder geval gauw uit deze sneeuwbui wegrijden. €2,12? €2,12 was die diesel op de snelweg. Ja, hier 1,68. Het loont gewoon echt wel om even 10 minuutjes? Ja, een paar minuten, 2 minuten misschien van de snelweg af te rijden. Ja. Scheelt zowat 30 cent per liter. Ja. Ja, zelfs. Even vol tanken. Ja. Dat is raar. Ik ga tanken, verspringt hij ineens. 6 cent. Ja, 1,75 of zo. Nou ja, nog steeds goedkoper als op een snelweg. Ja. Maar dat was wel raar. Pech. Zet de bus hier even neer, toch? En dan eten of zo. Ja. Is goed. Het weer is in ieder geval een stuk beter geworden. Onderweg veel sneeuw en regen gehad. Maar hier is de sneeuw weer verdwenen en de zon schijnt. Dus we gaan de goede kant op. Zulke rijdagen kan je heel gauw stijf worden. Het is ook belangrijk om lekker te blijven bewegen en te rekken. Dat was in de winter in Finland wel wat lastig vaak. Omdat er dan toch altijd wel sneeuw lag, dus dan pak je niet zo gauw je matje. Maar dat willen we zeker meer gaan doen. Nu we naar het zuiden rijden. Zo, weer gehad. We hebben ongeveer al 2 uurtjes gereden. Het is nog 2 uurtjes tot de Zwitserse grens. Dus we gaan nog een stukje rijden. En dan gaan we even een mooie slaapplek zoeken in Zwitserland. Is dit serieus? Nu is het tankstation weer terug. Weer terug naar 1,68. Ik geloof er niks van. Hoe kan dat dan weer? Ja. Zit die gast achter de knop, achter de kassa of zo? Er komt een Nederlander aan. Doe maar even 6 cent hoger. Heel vreemd dit. We zijn in Zwitserland. Trekt in de file. We rijden volgens mij nu door Basel heen. Het is best druk. Ja, echt druk. Zo ook maar even een plekje vinden om even te stoppen naar de stad. Ja. Ik heb de grens helemaal gemist eigenlijk. Ik ook, alleen de douane door. Volgens mij was het op die brug. Ja. Ik denk het ook, dat wij er overheen reden van de door. Ja. 6 minuten file. Nou, als we de stad uit zijn, dan stoppen we dan wel even. Ja. Het is alweer 1:30. We hebben een aardig stuk gereden. Dus we gaan even een park van plekje zoeken waar we kunnen overnachten. Ik
kijk ondertussen ook even naar de kaart voor een slaapplekje in de buurt. Gisteren reden we daar weg en dan hadden we een slaapplekje bij Koblenz tussen Frankfurt en Keulen. En nu zijn we dus helemaal naar Basel gereden en zoeken we hier een slaapplekje. En we hebben hier een aantal park-for-night-plekjes gevonden. Dus een aantal slaapplekjes gevonden bij Basel. Nou, we willen niet te ver mee rijden. En deze lijkt wel een aardig prima plekje aan een doodlopend weggetje. Half uur, nee, niet eens. 10 minuten rijden volgens mij. Ja, valt mee. 10 minuten rijden. Nou, gaan we daar kijken toch? Ja. Zullen we zo staan? Denk het wel, hè? Het is wel het mooist. Ja. Dus komt niet te kijk wat een uitzicht. Prima plek. Mooi uitzicht. Een mooi uitzicht. Het is behoorlijk groen al. Ja, alleen de bomen niet. Maar... compleet geen sneeuw te bekennen hier. Nee, dat willen we. Vinden wij niet erg. Nee. Wat een heerlijk plekje. Daar kon je ook nog staan. Oh ja. Nou, dit is wel prima. Dat is iets schuiner, denk ik. Ja. Super mooi plekje. Tussen de bomen. Ja, wat zijn, het voor, staat een ladder. Wat zijn het voor bomen? Dat weten we niet. Ik weet het ook niet. Ik denk toch misschien olijfbomen. Dat moeten we nog even leren. Voor het eerst dat we de stoelen gebruiken. Ja. Ja, na een half jaar. Sjouwen we al 5 maanden met ons. Gelukkig. Oh, heerlijk dit. Hé, dat niet. Oh, dat is een slot dat hij niet open. Oh. We hebben vanmiddag even heerlijk in het zonnetje gezeten bij de bus. De zon is inmiddels weg, dus het wordt wel aardig fris. Maar we wandelen even hier een rondje door de boomgaard. We weten nog steeds niet helemaal wat voor bomen het zijn. Maar nee, ze zijn wel druk bezig. Ja, ze zijn allemaal aan het snoeien. Maar het is wel een lekker rondje. Een mooi uitzicht over het dorp hier. Ja, en we zien de bus staan vanaf hier. Ja, die staat daar, hè? Ja. Wij lopen het rondje nog even af. Ja. En dan gaan we even eten maken. Ja. Bedankt voor het kijken en dan zien we jullie morgen. Ja, doei doei. Doei doei.